Steinhausen die komt natuurlijk op deze manier ook verder dan Webster. Steinhausen die krijgt tenslotte 25 punten nu als dit het eind van de wedstrijd zou zijn. Maar ook dan is hij niet echt meer een bedreiging voor Klaffenbuck. Hola, Hebbert daar even in de aanval en met succes. Met succes. In de Geert Timmerbocht is het Abbott die naar de leiding gaat. En Steinhausen die wordt met Trevor Hopkinson, die vorige week verloor. Ik geloof niet eens dat hij het onmiddellijk door had. Is hem al eerder gebeurd trouwens. U weet het, in Monza verloor hij Andy Hetherington. Maar hoe dan ook, beide teams die we hier zien, die zijn compleet. Weer zo'n plastic zak op de achtergrond, ziet u dat? En nogmaals, het was hier het eind van de dag natuurlijk dus. Er waren al de nodige boterhammen en andere zaken uit die plastic zakken gehaald. En als je die dan weggooit en het waait, nou, dan krijg je de situatie waarbij die zakken over het circuit waaien. En dat kan natuurlijk heel erg vervelend zijn. 2.12, 2.83. Op zichzelf niet echt de moeite van het vermelden waard, maar het is wel het snelste wat hier gereden is. En daar een probleem dus in dit geval voor Koert Lichti en Daniel Lochjer. Zij liggen eruit. Pech bij post 16, dus dat is na de stekkerwal. En hier de kop. En voor ons heel even pauze. Halverwege de wedstrijd zijn we bij de zijspanrace. En als ze ter gelegenheid van het Superbike evenement. Webster en Boothead die zijn er dus uit, maar later bleek vanwege een gebroken bordje in de hand van passagier Paul Boothead. En op de derde plaats daar rijdt Klaffenbuck buiten beeld, vierde van Gils. Dan komt Verwijmeren als zesde door, Steenbergen buizend als achtste. En als we dan nog heel even wachten, dan zien we wellicht ook de plaats van Jan en Jacob Bevers. Het zal de 18e plaats zijn op dit moment. 17e zelfs. Kijk, dat valt weer mee. Maar ja, je moet wel bij de eerste 15 zijn om punten te halen natuurlijk. Klaffenbuck die bemoeit zich dus niet meer actief met deze strijd. Maar dat hoeft hij ook niet. Die zal eerlijk gezegd een beetje op safe gaan rijden. En let u op, die Delanois die is daar toch een beetje een sta in de weg. Voor Abbott en, ja kijk, hij wijkt uit voor Abbott en Steinhausen, die aan de andere kant kwam. Die zag zich plotseling de weg versperd, maar dat loopt gelukkig goed. Let op, die voet, u zag hem naar buiten steken van Jamie Biggs, de passagier van koploper Steve Abbott. Nou, de Lanois met Vanier, die hebben dus een ronde achterstand. En Klaffenbuck, die zit er op het ogenblik zo voor achter, kijk, hier is hij. Dat hij voor de voorste twee niet gevaarlijk wordt. Hij komt op het podium als dit de einduitslag zou zijn. Daar zien we dus hoe Steinhausen echt even in het nauw gedreven wordt. En die arme man met nummer 26, Sebastien Delanois. Die denkt, wat heb ik nou weer verkeerd gedaan? Ja, dat moet hem even uitgelegd worden natuurlijk. Het betere werk, kun je zeggen. Klaffenbuck, eenzaam, maar niet alleen met zijn oude maat Christian Partser. Klaffie is 33 en Partser die heeft al bijna de leeftijd van 40 jaar bereikt. Die is 39. Gesponsord worden ze nog steeds door het EKM, het Oostenrijkse cultuurmagazine. Maar ik heb het vaker gezegd, dit seizoen, die cultuur heeft letterlijk en figuurlijk weinig om het lijf. En dat lijf, ja, dat is dan soms wel indrukwekkend, maar meer zullen we er niet van zeggen. Suzuki blokken zijn het, dat is toch wel leuk. Die hebben zo'n kleine 200 pk en die zijn eerlijk gezegd gemaakt om lang mee te gaan. Vroeger toen ze nog bij de Grand Prix reden met twee takten, toen waren ze heel wat meer geld kwijt aan blokken en aan onderdelen. Sebastien Delanois en Jérôme Vanier, die zien we nog even in beeld hier. Een probleem, in dit geval voor Barry Fleury en Steve Pointer. En let u op, want we zien wel Barry Fleury, maar Steve Pointer die zien we niet meer. Nou, Fleury uit Nieuw-Zeeland, die is al eerder een passagier kwijtgeraakt. Dat was zijn vrouw op Monza. Let u op, hier ziet u het hele gebeuren.
En zo doe je dat. Uitstappen op hoge snelheid. Niet helemaal zoals het bedoeld was. Snelhulp is ter plaatse. En Fleury die denkt, dit is toch niet helemaal de manier. Ja, Pointer die moet even weer tot zichzelf komen. Er was gelukkig niks gebroken. Geen letsel houdt hij over aan deze valpartij. En u ziet het, de baancommissarissen, oftewel de marshals, die waren dit weekend weer zeer actief en die verdienen ook een compliment. Terwijl wij Steve Pointer nog een keer zien vallen. Terwijl Barry Fleury dus nog absoluut niets in de gaten heeft. Dat komt even later. De Baco's die hadden dus veel werk te doen, want het is weliswaar niet echt mooi weer op deze beelden. Maar het was toch aanmerkelijk beter dan tijdens die geweldige regenbuien die we ooit ook gehad hebben. Abbott en Steinhausen nog steeds in actie hier. Ik geef u ondertussen even de uitslag van de Superstockrace. Die krijgt u niet te zien op de televisie. En dat was een heel raar begin. Dat was de eerste wedstrijd 's morgens. Het was aanvankelijk de bedoeling dat dat een zogenaamde dry race, een droge race zou zijn. Maar gezien de weersverwachting werd toch maar besloten om daar een wet race van te maken. En ai, 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 hier komt Wim Verwijmeren binnen. Wim Verwijmeren en Koen Kruik uit de strijd. En dat is heel erg plezierig, want die hadden een fraaie zesde plaats in de vingers. Ja, dat is echt jammer natuurlijk. Dan Morrissey en Mark Cox in actie. En daar einde wedstrijd dus voor Wim Verwijmeren en Koen Kruip. Wim Verwijmeren die natuurlijk het TT-circuit heel goed kent. Er wordt nog even overlegd, maar de tijd die verglijdt en helaas, het is gebeurd voor de beide heren. Wim Verwijmeren dus, een man die hier op het circuit, zoals gezegd, zijn score al meermalen verdiend heeft. Koen Kruip, de passagier uit Vorden. En u ziet het wel. Je komt dat nog wel even op de televisie met onder andere Deba, met Iveco, met NBK-letters. Maar punten en plaatsen die zijn niet meer te halen. Abbott dus met Bix hier vooraan. En dan was ik even met u bezig te vertellen over de uitslag van die Superstockrace. Dat was een hele rare wedstrijd, want die begon dus, zoals gezegd, eerst als een dry race, althans dat werd aangekondigd. Toen werd er dus toch, omdat het weer snel verslechterde, maar een wet race van gemaakt. En de heren die kregen 5 minuten om eventueel nog andere banden te monteren. Een aantal deed dat, een aantal deed dat niet. Toen kwam de opwarmronde. Dit is de achterband van Wim Verwijmeren's machine. De voorband moet het zijn natuurlijk. Die zit aan de voorkant en de achterband zit aan de achterkant. Ja, dat is weer eens een wat ander gezicht dan gebruikelijk. Over banden gingen dus ook bij die Superstock-klasse. Steinhausen die is hier Jan en Sjako Bevers voorbij gegaan. Dat is het gele span wat we net ook al in beeld hadden. En vandaar dus dat toen de heren in die Superstock-klasse terugkwamen van de opwarmronde en het startsein gegeven werd, alleen maar de achterste rijen van start gingen, want de rest die was er binnen gekomen om toch maar weer van banden te wisselen. Dat leidde dus tot wonderlijke tafereel, maar uiteindelijk was het Lorenzo Mauri die won van het Petrucini team. En heel mooi, John Bakker en Bob Withag die bezetten de beide andere plaatsen op het podium. Koen Vleugels die werd 11e, de man van de pole position, Martin Nutt, die ook de hoogste topsnelheid had met 256 kilometer, die werd 12e. Didier van Kuijmeren 16e. De jonge Robert de Vries, zoon van Henk de Vries, die werd 17e. Rolf van Steenbergen 22e. Steve Koopman 27e. En heel jammer was het dat Paul Mooijman van het Cefeco-team, die zo fantastisch getraind had, hij stond 3e in de startopstelling achter Martin Nutt en Mark Heckels, dat hij in de wedstrijd moest uitvallen. Hier gaat Abbott weer een nieuwe ronde in. En wat de kampioenstand betreft, Ellison die staat nog bovenaan, die was in als zijn 6e. Tortorolio die staat 2e, die was in als zijn 5e. En op de 3e plaats, maar ik denk kansloos voor de titel Heckels. Want die staat op 93 punten en die zit een heel eind achter Ellison en Tortorolio. Heckels kwam dus ook niet aan de finish bij deze wedstrijd.
Dan hadden we ook nog de Yamaha-klasse, dus die werd na deze zijspannen verreden. Jean-Paul Heindijk uit Oost, JPHTO, die won. En dat terwijl er in de zijspanrace nog 4 ronden te rijden zijn. Heindijk dus op de eerste plaats, uiteraard op een Yamaha R6, want daar rijden ze allemaal op in die Yamaha-wedstrijd, dat ligt ook voor de hand. Stefan Prein, onze oude 125cc-man, die werd tweede. Peter Ungemach, die werd derde uit Duitsland. Kenny Tui of Twee uit België, die werd vierde. En Andreas Heese werd vijfde. Robert de Vries die daar ook weer mee, die werd zesde. En Bob Witthag, u kent hem nog wel, vanwege zijn derde plaats bij de Superstock. Die reed nu naar een negende plaats. Nou, dan weet u dat ook even weer. Nu alleen maar aandacht natuurlijk voor de eindfase van de zijspanklasse. Abbott, Steinhausen, Klaverbeuk, Van Gils, Ian Guy, Cameron, Steenbergen, Hayakawa, Muldoon en Bevers inmiddels op een ronde achterstand. Maar wel op de 15e plaats en daarmee dus in elk geval in de punten. Uitvallers tot dusver Hank Spix, Webster Woodhead, Lichty Lockyer, Flurry Pointer, Verwijmeren Kruip. En ook Hall en Wood die in de training gezorgd hadden voor zoveel overlast vanwege de olie die hun machine op de baan wierp, die werden hier ook bestraft met uitvallen. Klaverbeuk, zoals gezegd, hij hoeft alleen maar uit te rijden, dan heeft hij de wereldtitel. En Egbert Streuer, die kan u daar hele mooie verhalen van vertellen. Maar die zei, ik hoorde, dat was toen hij voor de eerste keer wereldkampioen werd, op het circuit van Andersdorp. Ik hoorde ieder geluidje in de motor en ik dacht steeds, oh, als hij het dan maar haalt. Dan denk je dus op dat moment niet meer aan overwinnen. Je denkt nu, in het geval van Klaverbeuk en Partser, alleen maar aan het veiligstellen van de titel. We gaan er nog één keer tussenuit voor het eind van deze wedstrijd, dames en heren. En dan graag weer terug voor de toch nog spannende ontknoping. Klaverbeuk-Partser, let u op, zo gaat dus een wereldkampioen. Eurosport.com. De laatste loodjes, ze wegen het zwaarst met nog 3 ronden te rijden. En u ziet het, de enige die er staat is om Abbott nog een beetje bij te houden, is Jurre Steinhausen. 12 seconden en Klaverbeuk die kan het allemaal niet zoveel schelen. Van Gils, ja ooit hadden we ook de equipe Verwijmeren Van Gils. Maar vader en zoon Van Gils nu heel netjes op een vierde plaats. Of ze nog op het podium komen, ik denk dat het meer afhangt van de vraag of de eerste 3 de finish bereiken. Want de mogelijkheid om in te halen, die zal er in theorie wel zijn. Maar ik denk niet meer dat Klaverbeuk zich verder wil laten terugzakken. Ondanks het feit dat hij ook daarmee de titel wat verder zou stellen. En Abbott Smith, ja, ze hebben natuurlijk veel ervaring hier en als ze echt meer nog dan Jurg. Daar gaat met nummer 25 Rob Cameron samen met Tony Darby. En daar ook Paul Steenbergen met Colin Buizen, de blauwe machine. Hier nummer 24 Jun Hayakawa en Yusuru Kobe. Pupillen van Kumano, de Japaner die zelf vroeger aan de Grand Prix deelnam. Dat was onder andere in de tijd van Crazy Horse, Derek Jones. Dat soort mannen. En deze wedstrijd die werd ook gadegeslagen door de prijswinnaars van onze Eurosportactie. Hier Jan en Jacob Bevers, kijkt u goed. Daar nummer 19 nog even, dat is Chris Founts met zijn broer Pieter in de bak. En die Eurosportkijkers die de kaartenactie hebben gewonnen, die hebben ons voor een deel bedankt. En ik wil alle inzenders bedanken, maar in totaal, geloof het of niet, hadden we zo'n 500 inzendingen. Dus neemt ons niet kwalijk dat wij ze niet allemaal persoonlijk hebben kunnen beantwoorden. Stuart Hall en Ned Wood hier nog in actie. En daar alweer de leidende bemanning van span nummer 7. Steve Abbott, die rijdt dus samen met Jamie Biggs. En de heren die zijn respectievelijk 46 en 32 jaar oud. Spanning. En nadat we eerder op de dag al een andere ontknoping hadden gezien. Ja, voor diegenen die er niks van weten zal ik het allemaal niet
helemaal uit het doeken doen. Maar feit is wel dat wij hier dus, en dat was niet helemaal de verwachting, want iedereen dacht dat de definitieve ontknoping van de wereldtitelstrijd zou plaatsvinden bij de laatste race op het circuit van Imola. Maar hier kan het dus gebeuren. Klaffenbeuk op de derde en heel mooi Van Gils op de vierde plaats. Maar ja, u ziet het, meer dan een minuut. Ondertussen heeft ook de helft van het veld, voor zover dat nog rijdt, een ronde achterstand gekregen. En dat toont aan dat Abbott Smith hier een beetje geholpen in de beginfase door Steve Webster. Toch een prima, zowel tactisch als ook praktisch, een prima race hebben gereden. Steinhuizen, hij viel hard aan in het begin, maar ook hij moest in Abbott zijn meerdere herkennen. Jurrich Steinhuizen, hij heeft ontegenzeggelijk veel talent. Het rijden zou nog iets gelijkmatiger moeten worden, wil hij echt meedoen in de strijd om de wereldtitel. Steve Abbott. Ja, we zijn er nog niet. En ook hij weet als geen ander hoe gemakkelijk zo'n voorsprong en zo'n eerste plaats teniet gedaan kan worden. Want wat heeft die Steve al vaak met pech langs de kant gestaan. Onlangs nog. Maar vanaf de vorige wedstrijd in Oschersleben heeft hij gezorgd voor een sterkere krukas, een sterkere drijfstang. Stangen in meervoud uiteraard. En het mechaniek dat lijkt op dit moment ook perfect te functioneren. Bevers en Bevers, Jan en Jaco, die komen toch nog aardig in de punten terecht. Daar zien we ze weer. En hier is dan het nummer 27, Islands en Kolloch te zien. Want niet alles wat geel is, is uiteraard de Nederlandse equipe van Bevers en Bevers. Maar ik kan u melden dat ze er goed bij zaten. Op dit moment nog 14e in de wedstrijd. Delanois en Vanier trouwens dicht daarbij. Eilers en Kolloch die zitten iets verder naar voren. Die hebben op dit moment de negende plaats in de vingers. Het wordt wat eenzaam hier vooraan, dat kun je wel zeggen. Ginds op de achtergrond ook nog even het blauwe span te zien van Steenbergen en Buizert. Hola! En hier is dus iets gebeurd wat te maken heeft met die plastic zakken. Dit is Trevor Hopkinson, de passagier van Jurrich Steinhuizen. En ik hoop dat we zometeen de beelden even te zien krijgen van het ongeluk zoals het zich in totaliteit afspeelde. Hebben de smis zien we hier en weer wat regendruppels op de lenzen. Wat er gebeurd is, ik kan het u wel vast vertellen, dat is dat dus een plastic zak plotseling over de baan waaide op het moment dat Steinhuizen eraan kwam. Die raakte even uit zijn concentratie, die kon ik even niks meer zien. Maar hij is boos, hij is boos. Hij lag onder het span. Ja, emoties zijn voorstelbaar natuurlijk. Hij heeft even niet door dat de baancommissaris alleen maar proberen om hem te helpen. En ik kan u vast geruststellen als u naar dat akelige beeld keek van Trevor Hopkinson, die daar in één gezegen op het gras lag. De schade die bleef gelukkig beperkt tot een gebroken teen en een schaafwond. Klaffenbeuk. Op weg naar het wereldkampioenschap. Terwijl Steinhuizen bezig is zich hier even af te reageren. Ja, het is misschien niet goed te praten, maar wel zeer begrijpelijk natuurlijk. Je zult het maar meemaken, zeg. Op volle snelheid over de baan en dan plotseling niks meer zien. Vanwege zo'n plastic zak die dan ineens voor je vizier komt. Nou, hij ging er dus ook mee over de kop. Hopkinson die viel eruit en Steinhuizen bleef onder het span liggen. Die werd snel bevrijd door de baancommissaris. Maar nogmaals, van begrijpelijke emotie was daar zeker sprake. Dit is de wereldkampioen. Nog 2 weken geleden zei hij, ik stop ermee. Ik wil niet meer.
Klaffenburg-partsen die al jarenlang hebben meegedaan in de voorste gelederen. Dat was al zo in de tijd van Egbert Streuer. Ze reden tegen Bieland, ze reden tegen Webster, ze reden tegen Alain Michel. Ze rijden nu nog tegen Webster, die dus de pech had hier dat Paul Woodhead een botje in zijn hand brak. En laat nu de emoties maar de vrije loop, jongens. Het is verdiend en het is ook terecht, denk ik, want laten we eerlijk zijn. Het zou Steve Webster heel graag gegund zijn geweest, daar gaat het niet om. Maar die man die heeft dus al 8 titels, 4 keer een echte wereldtitel en 4 keer een cuptitel. En dat is natuurlijk toch een geweldige staat van dienst, waarbij het niet zo erg is. Kijk, daar is die plastic zak. Steinhausen, die ziet niks meer eventjes. Let op, dit gebeurt er. En met een geweldige klap komt Trevor Hopkinson op het asfalt. En let u op wat er met Steinhausen gebeurt. Die zit nog steeds in die kuip van het zijspan, van het span. En die blijft eronder liggen. Ja, en kun je dan ook een beetje geëmotioneerd zijn? Nou, vader Rolf die diende onmiddellijk een protest in. Dat werd overigens later door de jury afgewezen. Want ja, wat kun je er nu aan doen dat er plastic zakken over de baan waaien? Het is vervelend. En ik denk dat daar niet echt kruid tegen gewassen is. En het gaat ook een beetje ver natuurlijk om te zeggen, die baancommissarissen die moeten al die plastic zakken maar weg zien te vangen. Dat kunnen ze wel proberen, maar dat zal nooit helemaal gelukken. Hier ziet u het nog een keer. Chris en Pieter Frans ervoor. 1 plastic zak doet niks. En die andere, ziet u, die blijft om de helm zitten. Het hoeft trouwens niet per definitie een zak te zijn. Het kan ook een stuk plastic zijn dat men ter bescherming tegen de regen had meegenomen. Klap, 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 Trevor Hopkinson op het asfalt. En daar had je natuurlijk bij het zien van deze beelden voor de eerste keer nog veel meer angst voor. Die Jurre Steinhausen die dan gevangen zit in zijn eigen zijspan. Dan komt de ambulance eraan te pas. En zo zie je maar weer dat hier vreugd en leed dicht bij elkaar liggen. Van de Steinhausen die dat protest kwam indienen overigens namens zijn zoon. Die wilde dat de hele wedstrijd overgereden zou worden. Uiteraard niet meer op de zondagavond, maar op een ander tijdstip. En hier ziet u het. En Webster, die is dus ook nog even zijn tweede plaats kwijtgeraakt. Maar ja, die zal ongetwijfeld denken, als ik hem toch niet heb, die titel, dan maakt het ook niet veel meer uit of ik nog 2 of 3 ben. En voor Stevie Abbott is het een enorme opsteker. Ofschoon dat natuurlijk in die laatste race op Imola nog kan veranderen. Maar bij Klaffenburg en Parsen veranderen hier niks meer. Let u ook op Van Gils, die het keurig gedaan heeft. En door het wegvallen van Steinhausen kwam natuurlijk Van Gils uiteindelijk ook op het podium. Hier ziet u de uitslag van de race. Steenbergen en Buizen die hebben dan de 5e plaats. Jan en Jacob Bevers, fantastisch, een 13e plaats. En helaas Wim Verwijmeren en Koen Kruip. De mannen die we in Assen ook meermalen bij nationale en internationaal niet tellende races op het podium hebben gezien. Die gingen we dus uit. U zag die voorband en dan was er natuurlijk nog een dramatisch uitvallen voor Webster en Woodhead om van Steinhausen eventjes maar niet te spreken. Dit is vader Martin van Gils. U weet het, de maanden in het verleden die zijn niet altijd makkelijk geweest vanwege de ziekte van moeder van Gils. Maar gelukkig als je op het podium staat en je weet dat het allemaal weer goed is. Kijk, dit is Partsen. De man die dadelijk de interviews gaat doen, die zei, do you speak English? En toen zei Partsen, jawel, seks, drugs en rock en zo'n beetje zijn hele woordenschat te zijn. Abbott en Bix. En zoals te doen gebruikelijk allemaal dus weer blije gezichten daar op het podium. Ja,